Het voelt bijna alsof je een andere wereld binnenvaart. Vanaf de Gelderse IJssel bij Doesburg de bocht om. Het is de wereld van de Oude IJssel, achter deze indrukwekkende sluis, waar we een paar meter omhoog schutten. Vanuit Doesburg varen we langs Laag-Keppel, Doetinchem en Terborg. Bij Ulft is het uit met de pret en moeten we weer terug. We varen langs romantische kastelen, maar ook langs industrieparken. En we komen een oorlogzuchtige bisschop tegen. Bernard van Galen, alias Bommen Berends. Daar is deze jachthaven dus naar genoemd. Nog even voorstellen. Dit zijn wij, Pieter en Marieke. We varen door heel Nederland. Ons schip is een Saint-Tropez cabincruiser van zo'n 9 meter lang, 2 meter hoog en wordt aangedreven door een Volvo Penta van 55 pk. We komen heel veel moois tegen onderweg en willen dat graag aan iedereen laten zien. Vaar deze keer met ons mee over de Oude IJssel. Nou, de Oude IJssel, ja. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd, want we zijn er nog niet eerder geweest. We kunnen ook niet zo ver, hè? Nee. Ulft. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Ja. Volgens mij is het zo dat er ook nog wel wat vrachtverkeer is. We gaan het zien. Op naar Ulft. Ulft. Of all places. Ja. De Oude IJssel ontspringt in Duitsland. Vanaf Doesburg kun je zo'n 25 kilometer varen voordat je de stuw bij Ulft tegenkomt. Voor ons strekt het water zich kaarsrecht uit. Een beetje te recht naar onze smaak. Maar dat komt omdat de rivier hier al heel wat keren is verlegd en rechtgetrokken. Al na een paar kilometer krijgen we wat bochten en ziet het er meteen een stuk sfeervoller uit. Achter deze jachthaven ligt een klein sluisje. Het is de voorganger van de grote sluis bij Doesburg. Dit stuk is eigenlijk de oorspronkelijke loop van de Oude IJssel. Maar hier kan je niet meer langs. Zo'n 80 jaar geleden werd deze bocht van de rivier afgesneden en het sluisje overbodig. De jachthaven vaart er wel bij. Het is een prachtig plekje, zo in die oude rivierarm. Er is nog iets bijzonders aan deze plaats. En dat is de naam van de jachthaven, Bommen Berend. Het is de bijnaam van de oorlogzuchtige bisschop van Münster, Bernard van Galen. Hij werd vooral bekend door zijn beleg van Groningen tijdens het rampjaar 1672. Maar ook in deze contreien maakten ze kennis met zijn bom. Tussen het gekanaliseerde deel van de Oude IJssel en de oorspronkelijke loop ligt kasteel Keppel. De bewoners stammen nog af van de 14e eeuwse bouw hier. Verscholen achter hekken en bomen. Maar van bovenaf kun je goed zien dat het een imposant bouwwerk is. Op donderdag mag je het kasteel bekijken. Maar uitsluitend naar schriftelijk verzoek. Doetinchem is al eeuwen oud. De stad heeft zwaar te lijden gehad onder branden en oorlogen. Maar de walmolen staat nog steeds op zijn oorspronkelijke plek, bovenop de oude vestingwal. Is het nog ver naar de sluis? Een tiertje, denk ik. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het weer zo'n groot verval is als gisteren. Toen we de Oude IJssel opkwamen. Sluis de Pol tussen Terborg en Etten is, net zoals de grote sluis van Doesburg,
ook de vervanger van een eerder sluisje. Ook hier werd de rivier een stuk verlegd om het de binnenvaart gemakkelijk te maken. Naast de sluis stroomt de Bielheimerbeek de Oude IJssel in. De naam komt van het klooster Bethlehem, dat even verderop langs de beek lag. Is ook de plek waar de moderne Nederlandse ijzerindustrie ontstond. Met deze zogenaamde ijzerhut, de voorloper van de hoogovens. Alles lag voor het grijpen. IJzerroer, brandhout en het water van de Oude IJssel voor het aandrijven van de blaasbalgen. Op veel plekken langs de rivier stonden van die ijzerhutten. Bij Doetinchem hebben de binnenvaartschepen plaatsgemaakt voor sloepjes. De route tussen Terborg en Ulft is een waar paradijs. Niet alleen voor kleine bootjes, maar ook voor roofvogels, roerdompen, ijsvogels en voor de opvallend grote keizerlibel. Een poging om het rankendiertje te filmen is niet echt geslaagd. Maar gelukkig zijn er ook foto's van. Het bos hoorde ooit bij kasteel Schuilenburg, dat net als Doetinchem voortdurend werd verwoest en weer opgebouwd. En verwoest. En weer opgebouwd. En verwoest. Nog even over die ijzerindustrie. De Dru is daarvan het monument. Het staalbedrijf werd al in 1754 opgericht. Er werden kogels en bommen gemaakt, maar ook onschuldige spullen als kachels en potten en pannen. Het bedrijf is inmiddels verhuisd. Het gebouw bleef staan en is geen ijzerfabriek meer, maar een cultuurpaleis. Bij de stuw keren we om en varen langs de Dru en Terborg terug naar Sluis de Pol. Daar leggen we aan en kunnen we mooi nog even de laatste schutting bekijken. Wil je meer weten over de Oude IJssel en de mooie streek waar die in stroomt? Kijk dan ook even op onze website. Dan kun je zien dat we ook nog een bezoekje hebben gebracht aan Normaal. En dat we mochten afdalen in de vistrap bij Doesburg. Kijk, maar het gaat in het vies, dat is jammer. Ja. Maar met water zo laag is, ja. Normaal staan ze helemaal tot hier zo weer. Ja, precies. We komen terug als het water hoog staat en we de vissen kunnen zien. Geef de video een like als je hem leuk vond. En abonneer je op ons kanaal. Dan zie je de nieuwste filmpjes meteen. Bedankt voor het kijken.